zijn, jongens. Je moet hier zijn. Kom maar. Welkom, kom binnen. Wees welkom. Gast is bij mij altijd welkom. Kom binnen, jongen. Belangrijk bij mij als je mij thuis komt is, je bent altijd welkom. Ik waardeer ieder persoon. Ook al heb je heel aparte karaktertrekken. Mijn huis is jouw huis. Je hebt één groot boeddhistisch huis. Wees ongeorganiseerd, ongeoorganiseerde gezelligheid. Geoorloofde gezelligheid in Nijmegen-Oost. Kom mee. Moet ik even die blaadjes aan de kant. Zo. Zoals je ziet hebben we hier geprobeerd om een beetje een botanische tuin aan te leggen. We hebben speciale elementen hebben gebruikt vanuit de Chinese tuinkunst. Laat ik gewoon naar binnen gaan. En dan heb ik ook zoiets van, het is ook gewoon koud, gaan we gewoon naar binnen. En dan kan ik iets meer vertellen over mijn leven en hoe ik ben. Een flesje wijn, dat maken wij gewoon zelf. Dat is Code Dommer. Vinden de dames vinden dat vaak wel gewoon... redelijk lekker. Als familie is, doe ik ook vaak een party snackje aanbieden. Veel mensen vinden niet lekker, die vinden het ook onsmakelijk, maar ik niet. Mooi open en laten we zo één glijden. Dus vaak hebben we op televisie van die mensen die in de bankwereld werken, zijn vaak van echt van glijers. Van die vieze glijers, daar heb ik een hekel aan. En moet ik zo eerlijk zeggen, voor één keer mag jij op een feestje met partystickers mag je een vieze glijer zijn. Zo, mooi open en laten we zo één glijden. Kijk, oh, je bent aan het lopen, oké. Okay. Nou, wat ik dus even zeg, is dat ik heb iets, een souvenir meegenomen van vakantie. En dat wil ik graag met de kijker thuis even delen. Kijk, okay. Dit is dus een python in een flesje. En dit is een flesje zonder python. Wat is nou belangrijk? Haal dat hoofd met al die impulsen, al die invloeden. Zet dat nou even ergens in de koelkast. En ga meer vanuit je hart denken. Ga meer vanuit je organen denken. Dat is, het zit er meer in. Bepaalde grenzen moet je overschrijden door meer elkaar aan te raken. Te laten voelen wat je echt belangrijk vindt. Nou, je hebt hier dus de geschiedenis van boeddhisme. Dat is heel interessant. Je hebt de basisconcepten. En dan gaat het om edele en nobele waarheden. Het gaat om het achtvoudige pad, maar ik wil met jullie wel het eigenlijk in het bijzonder hebben over de zes zintuigen. En die zijn voor boeddhisten essentieel. Ik kom dan tot de conclusie dat wij hebben ook die zes zintuigen van oog, oor, geest, neus, tong en lichaam en geest. Wij hebben dat ook en wat is daar zo belangrijk aan is dat wij dus eigenlijk, wij zijn ook boeddhisten. Wij zijn allemaal boeddhisten. Het is import. Chinese kool. Lekker. Bij MTV Crips dan zeggen ze van dit is de plek waar de magie happent, waar de magie gebeurt. Ik moet eerlijk zeggen, het is hier relatief rustig. En daar ben ik wel heel open in. Persoonlijk ben ik geen liefhebber van de moffen. En ik ben tot de dag van vandaag ben ik de Britten en de Amerikanen ben ik zeer dankbaar. Omdat zij ons hebben bevrijd van de moffen. En vooral, dat weten mensen thuis misschien ook wel, dat D-Day, Operation Market Garden, Armageddon. Dat is Deutsch en Reich. En dan staat hier, Übersicht. Übersicht. Die Übermenschen. Maar in mijn persoonlijke opvatting, als boeddhist, zijn wij als mensen allemaal gelijk. Maar zijn de moffen iets minder gelijk. Nou, daar wil ik het persoonlijk belaten en dan kun je misschien wil ik de mensen thuis meenemen om iets meer te laten zien in mijn huis. Sinds kort ben ik begonnen met freelance fietsen maken, speciaal voor mensen uit de wijk, Nijmegen-Oost. En het idee daarvan is dat ik oproepjes plaats op bij de Albert Heijn, bij de Coop, bij de C1000, bij de Kommer, bij Lidl, bij Aldi. Heb je nog een lekker band? Heb je nog iets anders met je fiets, verkeerde draagjes of verkeerde chassis erop? Kom even langs. Ik ga dat voor jou in orde maken. Maak de rondprijs vanaf en dan kan je dit beschouwen als een oproep naar de kijker thuis. Dank je wel.
ik zou jullie willen vragen om met mij mee te lopen. Dank u. Kom mee. Ja, dus voor mij is dit, moet ik persoonlijk wel zeggen, is dit een van de mooiste plekjes die ik ken. Moet ik persoonlijk zeggen, kom ik bijna elke dag. En ik vind het uitzicht raakt me. Dat vind ik echt heel mooi. Good day.